Wie van ons heeft de meeste bedpartners gehad? Dus kijk dan gewoon. Nee. Dit heb je als laatst gekeken. Ja, gaan we beginnen? Okay. Wat gaan we doen eigenlijk? Hey kijkers van mijn kanaal, welkom weer terug bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen weer met, wie ben ik hier? Je ouder. Ja! En Melanie. Hey! Nou, in ieder geval, jongens en meiden, we zijn inderdaad vandaag weer met z'n vieren. Dat is echt super lang geleden, maar ja, ze wilden weer per se een keer een video opnemen, want Ze hebben subs nodig, dus ik dacht, ik geef het ze maar even aan ze. Maar in ieder geval, wat wij vandaag gaan doen is iets wat we echt heel lang geleden gedaan hebben. En dat is dus, wij gaan vragen beantwoorden en daarmee moeten we elkaar dus gaan beschuldigen. En dit hebben we dus echt 2 jaar geleden gedaan en toen zagen we het dus allemaal nog zo uit. Nee. We zijn daarom ook echt precies in dezelfde volgorde gaan zitten, want dan kan je... niks veranderd, hè? Nee, alleen ik ben knap geworden, voor de rest is iedereen nog steeds tegen lelijk. Nee, dus helemaal, dat is heel fijn. Mijn heel is eruit. Ja, dus je bent lelijk. En... Hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker. Okay. Ja. Maar is je er niet van tevoren? Altijd. Hey, maar wat gaan we doen eigenlijk? Waarom zitten we hier? Ja, dat heeft hij niet gezegd. Dat heb ik net fucking uitgelegd. Je luistert lekker, jij. Ja, zijn we er allemaal klaar voor? Ja. Ja. Ik hoop het. We moeten naar iemand wijzen. Wie van ons is het brutaalste? Zo, lekkere openingsvraag. Hè? Het brutaalste, gewoon het brutaalste. Wie is gewoon de... Ja, maar is het zeg maar brutaalst als in het leven of tegen elkaar? Ja, tegen elkaar. Nee, je moet toch 3 tegen elkaar. Oké, we gaan wijzen. Oké, 3, 2, 1. Wacht, wie wijst er? Je mag er eentje doen. Wacht, het is 2 voor mij en 2 voor Mel. Nou, jullie wie wijst jij dan? Jullie zijn. Wij zijn er mij. Kijk, mama is nooit brutaal tegen mij. Of gaat het alleen tegen jou? Nee. In het algemeen. Jullie. Hoezo zijn wij? Omdat jullie allebei heel brutaal zijn. Waarom zijn wij brutaal? Ja, nog steeds in de puberteit, denk ik. Ja, okay. We zijn nog steeds in de puberteit. Ja, maar ook niet heel vaak. Nee. Nee, niet echt heel vaak. Fucking ouders. Ja, kom, gaan weg. Ze lijken allemaal zo lief, maar ze zijn best wel brutaal. Ja, maar jij hebt laten we maar niet over jou beginnen. Nee, huh? Zo. Ja? Laten we maar niet over jou beginnen. Zo? Ja, jij bent echt een draak gewoon buiten de opname. Ja. Wie van ons is het knapste van ons allemaal? Oké. Ja, leuk ben jij. Grapje. Moet je gelijk wijzen dan? Ja, 3, 2, 1. Ik wijs naar mezelf. Ik denk mama. Hoezo mama? Omdat mama geen imperfecties heeft. Want? Kijk, jouw ogen staan ver uit elkaar. Zo. Papa die heeft een tand die zo staat en mama die heeft niks. Ik heb scheve wenkbrauwen. Nou, zullen we even kijken. Mel heeft scheve wenkbrauwen. Jouw ogen staan te ver uit elkaar. Ik heb een wal onder mijn oog en jij hebt... Jij bent gewoon lelijk! Dus we hebben allemaal wat. Ja. De volgende is, wie van ons heeft met de meeste mensen in zijn leven gezoend? Gezoend? Sowieso jij. Nee, sowieso jij. Sowieso jij. Sowieso jij. Ja, of hun misschien wel. Nee. Misschien zijn jullie er wel helemaal op losgeslagen. Ik heb er... Oh ja, misschien wel. Ja, ik weet niet. 3, 2, 1. Ja, wij dan denk ik. Ik weet echt niet wie. Nee, ik weet het niet. Jij bent hoeveel dan? Ja, dat zou ik niet weten. Meer dan 40? Nee. Meer dan 40? Nee, dat ook weer niet. Mannelijk sletje. Maar dat was voor mij, neem ik aan. Oké, laten we er gewoon ophouden. Jij bent de grootste... Zoen, hè. Wie van ons is het snelste boos? Gaan we? Ah ja, oké. 3, 2, 1. Papa! Dit is afgesproken werk. Nee, ik wist niet eens dat we dit gingen doen. Ja, het snelste boos, als je boos bent, ben je echt boos. Ja, dan ga je hard praten. Dan gooi je borden vol. Nee, dat ben jij. Ja, nee. Oh, nu komt hij over als een hele slechte man. Nee, je bent echt een schatje hoor. Kijk, wij kunnen niet veel zeggen natuurlijk. Vanmorgen nog, kom je bed uit. Ja. Ik was niet thuis. Ja, dat was ik, ja. De volgende vraag. Wie van ons heeft de meeste bedpartners gehad? Oké. 1, 2, 3. Nee, ik weet het niet. Oké, 3. Nee, ik weet het niet. Jawel. Niet. Bedpartners. Nou jongens, dan gaan jullie zitten wel even klaar voor. Bedpartners gehad. Oh ja, gehad. Niet op dit moment. Oké, 3, 2, 1. Nou, dat weten we allemaal. Dat is... Nee, dat is niet waar. Nee, sowieso
niet. Echt wel. Helemaal niet. Echt wel. Nee. Jij bent het grootste. Hallo, wat ga jij doen als ik een keer van de hoop ben? Wat is? Keggy. Nee, ik denk papa. Hoezo? Nee, tuurlijk niet. Jij. Hoezo? Jij weet niks van mijn seksleven af. Oh, jij hebt 5 jongens deze week nog gehad. Ja. Nee jongens, dat is niet waar. Nee, maar papa. Ik denk papa. Ja, ze zit tegenwoordig wel vrienden. Ja. Zie je, jij bent het gewoon. Melk. Nee, Gio. Ik denk papa. Nee, was gewoon een seksfanaat. Seks was zo. Ja, ik was seks... iemand anders. Ik was seksverslaafd. Was. Is de grootste alcoholist. Nou jongens en meiden, het is weer hele... Het was volgens mij al in beeld. Dit was serieus niet ingepland. Wie van ons is de grootste alcoholist? Nou. Alcoholist is wel een groot woord. Maar... Deze hier, nee ik niet. Jij zuipt meer dan ik. Jij zuipt mama, meer dan ik. Mama drinkt elke dag rode wijn en dan ben je officieel een alcoholist. Kijk. Nee, ik drink een rood wijntje. En een Bacardietje. Ja. Die heb je helemaal op al, hè? Die is van haar. Nee, daar hebben we niet van nog bij. Nee, echt niet. Nee, kijk, dit heeft zij gewoon helemaal in de eentje op. Niet gespint. Dit drinkt zij in één avond, zie je? Ja, dit is wat zij op één avond drinkt. Gewoon dit. Video. Wie van ons... Wie... Zo. Kom je eruit? Wat heb jij gedronken? Wie van ons, 2 jaar later, bevredigt zichzelf... Het vaakst! Dat was dat toen ook? Die hebben wij 2 jaar geleden ook gedaan. Ja, ik denk niet Melanie. Nee! Ik denk ook Melanie. Nee, ik bevredig mezelf echt nooit. Ik doe daar niet aan. Nee, wie dan? Ja, jij. Ik ben jou, what the fuck? Wat? Jij zegt, ik vraag wie dan. Jij zegt, oh jij, zo! Nee. Ik zeg, nee. Wat? Hij komt nu pas binnen. Even de grap van jou! De grap slaat even. Nou eens binnen! Ik heb geen alcohol op! Ik heb geen alcohol! De grap slaat nu pas in bij jullie. Wie dan? Niemand? Dan weet ik het niet. Nee. Wanneer was jouw laatste keer dan? 12 jaar geleden. Ja, 12 jaar geleden. Wie kijkt het meeste porno? Jij. Kijk je lachen! Nee, ja. Dit is waarom jij deze vraag stelt. Ja. Jij bent het. Ja, maar voor mij was het ook een vraag die toen. Jij bent het. Nee, dat was ook een vraag 2 jaar geleden. Het is gewoon officieel. Jij doet dit. 2 jaar geleden dat die vraag. Laat me je telefoongeschiedenis zien. Oké. Ik zit er nooit meer op trouwens. Zo. Ja, dan. Even serieus. Even serieus. What the fuck? Wat is dat zeggen allemaal cijfers die ik nog nooit ontdekt heb. Hier, X. Kijk toch gewoon. Nee. Oké, dit heb je als laatst gekeken. Jij bent vies! Jij bent vies! Oh, die tieten zijn echt fucking leeg, trouwens. Hij wordt toch rotter! Nee, je gaat weg van die rotsen! Doe dan een Tsuki netto! Ah, Tio! Doe dan een Tsuki netto! Ik zou echt fikken. Kijk uit, als je nu trouwens op je werk bent en je opent je browser, dan komt dat in je ogen. Nou, jongens en meiden, dit waren de vraagweken omdat je leven nu een stukje beter is geworden. Nu je allemaal weet hoe je deze informatie weer in je hoofd kan opslaan. Lekker. Mijn ouders hebben ook een kanaal, Melanie heeft ook een kanaal. Jongens en meiden, doe er eens een blauw duimpje op als je dat niet gedaan had. En dan zeggen wij, later! Doei!